Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Fortnite Cup. Een competitie tussen Wouter, Rudy, Duncan en ik, waarin wij elke week challenges doen tegen elkaar in Fortnite. Elke week zijn op al onze kanalen een video te vinden waarin wij punten kunnen halen voor een klassement. Wie heeft er aan het einde van de maand de meeste punten? Die wint de Fortnite Cup. Welkom in week 1. Het thema van week 1 is ATK's. We moesten alle vier een challenge bedenken met een ATK als leidraad. Je kijkt nu naar mijn challenge video en in deze video gaan wij snipers versus drivers doen. Het concept is simpel. Er is één sniper en er zijn 3 drivers. Lukt het de driver om een rondje te voltooien, is dat een punt voor de driver. En lukt het de sniper om iedereen uit te schakelen voordat zij een rondje hebben voltooid, is dat een punt voor de sniper. Degene die aan het einde van de video de meeste punten heeft verzameld, krijgt 3 punten in het klassement. Degene die als tweede staat krijgt 2 punten. Degene die als derde staat 1 punt. En degene die als laatste staat 0 punten. Mocht er een gelijk spel komen, zullen die 2 allebei 1 punt delen. Of 3 punten mochten ze eerste worden. Heel veel kijkplezier in deze allereerste aflevering van de Fortnite Cup. Sniper versus drivers. Hallo en welkom bij week 1 van de Fortnite Cup. Woe, daar zijn we, dames en heren. We staan hier allemaal met z'n mooien, met z'n allen op een rijtje. Wat zien jullie er weer goed uit vandaag, jongens? Dankjewel, dankjewel. Vandaag spelen wij Sniper versus Driver 1 versus 3. Dat betekent dat één van ons dadelijk deze snipers mag oppakken. En de andere 3 deelnemers moet neerschieten die in prachtige ATK's op dit mooie kartparcoursje rondjes gaat rijden. The rules are simple. Iemand gaat snipen, de rest gaat rijden. Lukt het je om iedereen te killen? Punt voor jou. Lukt het om een ronde te voltooien? Punt voor de driver. Dat is eigenlijk alles. Dus alleen maar de bot gebruiken. Wouter, jij mag als eerste, succes. Alright, let's do this. Let's go. Oké, jongens. The rules are simple. Naar de startplek. Hij telt al af. Jongens, we gotta hurry. 7, 6, Rudy, wat doe je daar? 4. Klaar voor Wouter? Ik ben er klaar voor. Go! Alleen maar met de bol schieten. Ja. Jullie is een cheater, Des. Jongens, stop! Nee, ik heb mijn shields nog niet ingenomen. Yo! Oh, yo, zie je hier, neem dit. Oké. Ik kan niet om die snipen. Ik zit onder de brug. It's all good. Oké, daar gaan we. Oké, ik geef jullie even 1 seconde. Poep. Dankjewel. Oh, dat was 1 in de stille seconde. Oh nee, ik ben nu al geraakt. Are you kidding me? Oh, wat? Wat? Joost, maar je regen nog. Ja, ik regen nog. Thanks, slurp. Maar het maakt niet uit, want die sniper doet 110 damage. Oké, ik ga eventjes op aankomen hier, jongens. Nee. Oké. Oh, mijn leven. Jongen. Oké, daar gaan we. Oké, ik kom eraan, jongens. Dit is moeilijk, ouwe. Dit is wel echt lastig. Ik stop hier denk ik even. Oh no, Duncan is down. Ik ben neer, jongens. Oh. Duncan is down. Duncan. Oh, en nog een hit. Oh god, de hits. They keep on coming. Oh, ik trill hem gewoon helemaal, joh. De trillende handjes van de Rudy. Oh. Rudy's ATK is kapot. Oké, Rudy's ATK is kapot. Nee. Dat betekent dat hij de hele lap opnieuw moet doen. Nee. Verdomme auto. Ja, maar hij heeft mij maar 1 keer te raken. Dat is het kutte. Oh nee. Mij ook. Oh nee. Waarom is dat van jou nou een kut en dat van mij niet? Ja, want hij moet nu mij raken, zeg maar. Ik was de enige die voorrijdt nu. Hey, yo. Nee, ga weg. Ja, maar come on. Oh, I'm dead. Hij is wel echt een goede sniper. Oh, net wanneer we dat hebben gezegd. Gamer. Oh, ik denk dat iemand anders nog een keer de sniper moet worden. Ja. Jongens, dat ding. Hij telt af. Rudy, waar ben je? Oh, daar ben je. Ik ben Asje. Hey. Ben je klaar, Duncan? Ja, ik ben klaar voor. Ronde 1 had Wouter, dus 3 punten. Of nou ja, 1 punt eigenlijk, want hij iedereen gekillt. Gaan we. Ik wil eigenlijk wel een puntje pakken door te... Ik wil een puntje door te finishen, dus ik ga er ook voor. Ik ga er gewoon lekker onderdoor rijden, hoor. Hey. Oh my god, dit was op mij. Oh, heel iemand geraakt. We gaan voor die... Oh, ik wist dat ik geraakt ging worden. Ik ben nu al iemand geraakt. Jee, maar waarom is Duncan zo goed? Ik wist dat ik daar geraakt ging worden, ik voelde hem. Ik had mijn billetjes er samengeknepen, weet je dat? Ja, de feeling, man. Ik hou wel van samengeknepen billetjes. Samengeknepen billetjes. Oh, dat was op mij, kogels! Dit is zo erg. Weg, Duncan. Maar je bent ook zo langzaam eigenlijk, hè? Nee, ik ben eigenlijk wel langzaam, ja. Nee, jij bent langzaam. Oh, nee, jij bent langzaam. Jullie zijn allemaal langzaam. Ja, Joost staat al voor Wouter, hoe moet het maar? Wie heb ik nou al geraakt? Mij niet. Oh, ja, Wouter. Ik heb sowieso geraakt. Ja, blijkbaar. Kom door. Get out of here. Get out of here. Langzaam. No-scope. Wat? Oh. Hey. Nee, nu moet ik de hele ronde opnieuw doen. Ik heb je auto genoscoped, Joost. Oh. Ik was zo ver. Ik word er helemaal ballon. Ik word er helemaal bang van. Nope. Rudy gaat echt strong. Nope. Ik ben Joost, ik ben Rudy alleen maar aan het no-scopen nu. Dit is zo nauw. Oh. Precies op dezelfde plek ook gewoon. Godverdomme. Gaan we je auto halen, Rudy? Succes. Oh, wacht, ik hoor iemand rijden. No, get out of here. Joost. Ik ga onder je rijden. Dit is zo treurig. Dit is zo sad. Oh, nu kan ik er gewoon helemaal niet raken. Ik leid hem af. Ik dans naast hem. Dans naast hem. Dan weg, Wouter. Auw. Oh nee, arme Wouter. Ik killed Wouter. He was so innocent, maar toch is hij dood. Dat is leuk, maar oh, maar dit is vervelend, want jullie zijn nu vet ver uit elkaar. Yes. I'm halfway there. Wow. Ah, ik zie nu sowieso op Joost. Ja, dat zeg je alleen maar. Maar ik heb geen angle op iemand anders. Oh, daar ga je, Joost. No. There you go. Waar is Rudy? Ik kan hem niet zien. Rudy zit daarachter. Waar is Rudy? Oh, daar. Waar is Rudy? Oh, wat? Ik heb hem weer. Oh, man. Was hij zo low? Ja, ik was al één keer geraakt. Oh. Jemig, Joost. Laat me dan gewoon gaan. You are not allowed to. Hij was jarig gisteren. Ja, kom op. Leed cadeau. Dan is hij al lang niet meer jarig. Dat is wel waar. Ah! Oh! God damn it. Pepperonis. Ook een punt voor Duncan. Hey, go jongens, daar gaan we. Oh! Moet ik snipen? Ja, maar doe nou even normaal. En jij wilde dat ik ging snipen. Ja, maar dat was gelijk een eerste shot. Hij schiet 2 keer. Hij vroeg op de leef. En we oh mijn god, ik ben een godman met snipe. 2. Oké. Volgens mij heeft hij natuurlijk 4 schoten gelost en alle 4 de schoten waren raak. Are you kidding me? Hey, de tijd drinkt, jongens, de tijd drinkt. Dit is niet oké. Jullie moeten nog even naar een afspraak of zo. Ja, hij heeft haast, deze man. Echt scheiden, jongens. Echt heel nodig. Het is niet oké. Zeg dat je wat beter presteert. Wouter is wel een lastige. Ja, Wouter die doet zijn slingeren. Hier, fuck jou, Rudy, fuck jou. Fuck jou. Hakken me! Ze hakken me. Jee. Druk, hakken. De nooscope. Afleiding. Nee, dat zie ik hem niet meer. Hoe kan het? Als je hem dan ook neer. Dat is er helemaal niks fout. Hoe moeilijk is dit? Wouter is gewoon nog niet geraakt, hij zit nu op de helft. Wat jij met Wouter, kom nou. Hier is aan de helft. On de helft. Oh, nee, nee, mijn auto is nog 1 hit. Niet mijn auto. Oh my god. Oké, pak maar een nieuwe ATK. Ik wacht wel. Hiervoor ga ik een factuur sturen hoor. Oké, Joost. Gaan we. Jij bent mijn levend schild. Auw. Let's go. We are not slow. Wow. We card with Joost. Woo. Ah! Dit is tegen de regel. Oh no. Nee, verschil. Dankjewel, Joost. Je took one voor de team. Ik heb er eentje voor je gesaved. Ja, arm Duncan. Ik zag dat, Duncan. Wow, jongens, kun mij ook even een puntje. Het is niet alsof ik de beste ben. Nee, geen puntjes voor jou. Duncan! Wat? Arme jongen. Je hebt natuurlijk 2 shots gesabotage van me. Ja, je laat niet uit. Geef Wouter een kant. Oh, ja, je laat Wouter zo winnen, hè, Duncan. Ja, dat weet ik. Waarom kan ik hem niet raken? Hij heeft een force field. Ik ben onzichtbaar. Ik ben onzichtbaar. Ik ben onzichtbaar. Hier, Joost. Kijk naar hem. Hoi, hoi. Hoi. Hoi, dit is hem, dit is hem. Nee! En nou de laatste? Oh nee, dat wordt hem niet. Jongens. Ai, ai, ai. Karam. Hé, niet laten vallen. Je mag niet laten vallen. Spleef. Nee. Oh! Oh, dat is geen net voor de finish. Ik ben verdrietig. Heel verdrietig dit. Nou oké, Rudy is het ook gelukt om iedereen uit te schakelen. Nou is het aan mij om mijn sniper skills te tonen. Oké, jongens, I'm ready. Let's go. Let's go. Oké, kom eens hoor. De mankers. Oh. Oké, maar nu moet ik mijn super goede sniper skills tonen, maar niet heus. Uh-oh. Kablam! Nou, oké, ja, dat is goed. Oh, jullie reden gates. Obstakels. Hey. Oh, dat was een wieltje. Ik raakte in een wiel. Ik schoot op een windje. Oké. Wat er in mijn bank? Wat, staat iemand stil daar? Duncan! Oh, dat was je ATK. Ja. Daar gaat bij ATK, Joost. Staat er ook in de box, dus een stukje terug. Kablam! Nee, die van mij is ook bijna kapot. Don't do it. I'm a virgo! Don't do it. Nou niet. Dan moet ik hier uit of niet? Nou niet de fuck! Ik vind het moeilijk, ja, jongens. Het is wel moeilijk, hè, jongens. Hoe deden jullie dit? Ja, je moet aimen en dan raakschieten. Oh ja. Aimen en... Oh! Aimen, raakschieten! Oh. Wat? Ah, je dakje heb je gered. I hit on you. Wacht, waar is Wouter? Ik ben... Nee, ATK! Oh. Dat ruimt. Nee, hier staat er nog in, hier staat een nieuwe. Auw! Hey, laat op, ik ben nog nooit zo ver gekomen in mijn hele leven! Oh my god! Ik gun het hem! Dudes. Oh! Kom op! I got him! Oh, waar is hij nou? Ik moet letterlijk nog maar één muur raken en ik ben fucking dood. Ja, zo. Oh, je was daar? Ah. Oh nee, dat is Wouter, oké. Hey, ik ben weer opnieuw. Eentje met meer AP. Ik heb nu nog maar gewoon één hit. Oh. Dit is slecht materiaal. Wie heeft dit gedaan? Sorry. Nee, joh. Joost. Nee, ik was bijna bij de finish. I'm gonna finish the lap. De border. Me too. Ja, lopend. Is niet eerlijk. Er zijn geen auto's meer. Zijn er geen auto's meer? Ja, er is eentje nog een paar bochten terug. Auw. Ik heb Duncan geraakt. Zijn leven. Joost. Ik heb Duncan gesniped. I got him. Oh. Dat was de laatste ATK. Ik kan lopen. Was het de laatste ATK? Er is nog één ATK. Ja, in het veld. Ja, dat is niet hoe het telt. Jongens, het is game over. Ik denk dat de ATK's zijn op. Nee, ik heb nog een ATK. The border is closing in. Nee, Wouter heeft nog een ATK. Ja. Jongens, ik ben over de finish. Ik weet niet waar je het over hebt. Ja, maar dat is niet helemaal hoe het moest. Hé, ja, Duncan zit weer muur voor meneer. Oh nee! ATK. What have you done? Sorry, ik ben gewoon geen goede sniper. Je hebt je best gedaan, Joost. Jongens. Je hebt absoluut je best gedaan. Oké. Het is nu allemaal 1-1. We hebben allemaal eigenlijk gewonnen. Ja, ik niet helemaal, maar de ATK's zijn op. Je hebt echt je best gedaan. En jij was jarig. En ik was jarig. Dus, om te bepalen wie er gaat winnen. Nou, degene die als laatste de stormen overleeft, die wint. Nee, Joost. Een klein momentje. Weet je wat, Joost? Kijk eens even heel goed naar de finish. De Menke komt eraan, hoor! Ja, dat is niet hoe het werkt. Hé, wat? Ik heb echt succesvol geraced. Die heb ik nog opgehaald. Heb je hem helemaal geraced? Ja, ik zat je gewoon bezig te houden. Fuck jou. Ik was niet aan het opletten. Ik was al een plan B aan het bedenken. Ciao. Ja, dat weet ik. Maar dat is de afleiding. Jongens, de boardvergadering is geweest. De jury heeft overlegd. En de punten zijn binnen. Het bleek dus dat de finish op het laatste van Rudy, die telde mee. Zijn afleidingsmanoeuvre heeft gewerkt. Yes. En de juries hebben akkoord gegeven. Dat betekent dus dat Rudy een extra punt heeft behaald in de laatste ronde. Waardoor hij op 2 komt te staan. Maar dat betekent ook dat ik helemaal geen enkel punt heb verdiend. Omdat dus ik niet iedereen gekillt heb. Nou Joost, je hebt wel alle ATK's bijna gekillt. Ja. Is dat ook iets waard? Nee. Jury? Ja, nee. Jury? Nee, helaas. Dus dat betekent dat Rudy 2 punten heeft voor het klassement. En Wouter en Duncan allebei 1 punt voor het klassement en ik heb niks. Oh, great. Dit is zo treurig. Dit is heel treurig. Ik ga mijn best doen, jongens. Ik wil die cup. Bedankt voor het kijken. Check eventjes de video's van de andere mannen van deze week in de beschrijving. Check de playlist in de beschrijving. En kom erachter wie week 1 wint van de Fortnite Cup. Doei!